Maar ik ben nog niet klaar met jou, want jij gaat mee naar de Janee. Oh. Die kant, let's go. Ja, begin je nou te zweten of valt het mee? Nee, ik heb het altijd warm. Ja. Nou, het is heel simpel. En die hebben we het al een keer eerder gedaan, volgens mij. Alleen zonder knopjes. Zonder knopjes, maar nu met jou wel bekend, de knopjes. Ja. Groen is ja, rood is nee. Even duidelijk ja of nee. Alleen met ja, nee. Ik hoef niks te zeggen, alleen ja? Ja, later gaan we toelichten. Licht uit, spot aan, daar gaan we. Bent u Andy van der Meijden, geboren op 30 september 1979 in Arnhem? Ja. Is het goed dat gokreclames met voetballers in Nederland zijn verboden? Ja. Gokt u zelf nog wel eens? Nee. Ook niet op voetbalwedstrijden? Nee. Moet u net als Dirk Kuijten de winst ophalen wanneer u wel gokt achter een tankstation? Nee, ik vraag het aan mijn vrouw. Zij wel? Nee. Heeft u veel geld gewonnen met gokken? Ik gok niet, dus dan win ik ook geen geld. Nee, maar in het verleden wellicht. Ik heb, nee, ook niet. Heb jij nooit gegokt? Nee, oh, ik ben Glenn Helder niet. Oh nee, dus ik heb de verkeerde voor me. Worden gasten wel eens autoziek als ze bij u in de auto zitten? Nee. Bent u een goede chauffeur? Ja. Vindt Melissa dat ook? Ja. Nou, ik weet niet wat is ja nou... of nee? Oh, Vind ik of jij een goede chauffeur bent? Dat vind ik wel. Heeft u in uw leven meer geld uitgegeven dan u heeft verdiend? Ja. U heeft met meer dan 300 vrouwen seks gehad. Nee. Meer dan 200? Ja. 295? Nee, iets minder. Is Melissa uw droomvrouw? Ja, tuurlijk. Bent u jaloers? Of ik jaloers ben? Ja. Ja, ik ben wel eens jaloers, ja, zeker. Is Melissa jaloers? Ja, zeker. Mogen uw dochters van uw nepborsten nemen als ze dat zouden willen? Wat een kutvraag, hé. Ja. Lijkt u meer op uw vader dan op uw moeder? Qua uiterlijk of qua... Ja, qua uiterlijk. Vader. Is Wesley Sneijder de beste voetbalanalist waarmee u aan tafel heeft gezeten? Ja, zeker. Was hij een betere voetballer dan Rafael van der Vaart? Poeh. Ja. Heeft u het maximale uit uw voetbalcarrière gehaald? Nee. ook niet qua interlands? Nee, zeker niet. Nee. En was Koeman de beste trainer waaronder u gewerkt heeft? 100%. Wilt u nog ergens op terugkomen? Nee, dat gokken, nee. Ik heb nooit gegokt. Nooit gegokt? Nee, echt nooit gedaan. Nou, heel goed. Nee. Maar wel een gokreclames. Ja, dus veel geld verdiend, dus vanaf nu mag het niet meer. Nee, en met hoeveel vrouwen ben je nou naar bed geweest? Heb je ze bijgehouden in een boekje? Ik mis er nog één. Dit is heel slecht, mens. Gaat nooit gebeuren, hè? Koekoek. En jaloers, dat had ik niet verwacht. Ja, jaloers. Ik ben jaloers, ja. Ja? Ja, ik kan er niet tegen als een man tegen mijn vrouw praat lang, zeg maar. Ja. Hij mag wel eventjes een drie seconden gesprekje, maar niet dat hij een half uur bij mijn vrouw blijft staan of zo. Of, weet je, dat moet ik niet hebben. Niet... Dan ben ik wel jaloers. En zij is ook jaloers, hoor. Ja, lekker. Jawel, nee. Zij is ook jaloers, serieus. Vond je het meevallen? Ja, ik vond het leuk, maar wel warm hier. Ja, super. Wow, jongens, het zit erop. Ontzettend bedankt voor jullie komst allemaal. Morgen dan zijn we er uiteraard weer. En dan onder andere met Remco Vrijdag en Thomas van Luin. En Rutger Kassekum is mijn wingman. Je kent hem, of niet? Wie? Rutger Kassekum. Komt hij uit Kassekum?